Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en wij gaan iets heel erg leuks doen, want wij gaan voor het eerst op vakantie met Flo. Oh, ik heb echt zoveel zin in, maar mijn vorig paard wilde ik dit heel erg graag en toen ging het elke keer niet. Of hij was weer kreupel, of er was corona en toen op een gegeven moment heb ik hem moeten verkopen. Dus dat was, ja, dat was een soort van domperstukje. Dat wilde ik echt heel erg graag en toen lukte het niet en nu ja, ga ik het met Flo doen. Het is echt heel bijzonder. Ik heb daar heel veel zin in. We gaan naar Kootwijk. Dus dat betekent dat we 3 dagen op de Veluwe gaan rijden. Samen met stalgenootjes. Stalgenoten die zijn er al. Die gaan langer. Maar ik vind voor Flo 3 dagen meer dan zat. En uiteraard kan ik niet anders dan dat combineren. Om met Saar buiten te rijden. Dus we gaan eerst Flo ophalen nu. Ik heb al mijn spullen achter in de auto liggen. Al Flo haar spullen ga ik nu inpakken. We gaan de trailer aankoppelen. En dan rijden we allereerst naar Saar haar stal. Dat ligt echt naast Kootwijk. Dan ga ik lekker met Flo en Saar en Elfies buiten rijden. En als dat allemaal klaar is en Flo heeft lekker daar gestaan en die heeft een beetje, daar gestaan, heeft dan lekker in het bos gelopen, dan gaan we door naar Kootwijk en daar zijn mijn stalgenootjes en die staan dus al een dagje daar. Dus ja, ik heb daar gewoon ontzettend veel zin in. Ik vind het heel spannend. Ik vind het spannend voor Flo ook, maar ik weet 100% zeker dat het goed komt. Dus ben je benieuwd hoe dat is om met je paard op vakantie te gaan? Blijf dan kijken. Nou, we weten wel weer dat ik op pad ga, want het regent natuurlijk. Hier heb ik mijn zadel ingeswachteld in mijn auto. En nu ga ik de trailer uitruimen. Alle spullen van Flo liggen erin. En nu mogen alle spullen uit de trailer. En dan ga ik hem aankoppelen en dan hoop ik dat Saar heel blij is dat ik dat allemaal heb gedaan. Ze denkt ook, koop gewoon een langer kettingkie. Zodra jij alle voet aan de grond houdt, koop ik een lange kettingkie in de hoofd. Oké. Okay. Flo staat even de hooizak te slachten. Maar die staat echt lekker rustig te eten nu. Dus daar ben ik echt heel blij om. Iedereen komt gedag zeggen. Herenigd. Waar zijn ze weer? We zijn er. Ja, echt. Het regent wel. Het is echt heel vies. Elvis staat daar. Groene deken. Ja, die gaan we ophalen. Flo staat hier op stal. En ze vond het moi. Op stal vond ze ook, maar onderweg vond ze moi. Ja. We moesten ook wel een stukje binnendoor. Ja. Dat is natuurlijk, We hebben echt lang gereden, 1 uur en 3 kwartier. Normaal gesproken is het niet zo heel lang, maar we hebben nu wel echt ver moeten rijden. Dus, ik ga mee. Ik ga mee naar binnen. Dus dat was wel een beetje zielig. Maar ze heeft zich goed gehouden. De trailer staat ook nog overeind, dus dat is fijn. En ja, Nu gaan we lekker buiten rijden met opa Elvis. Opa, die staat weer een beetje te doen. Het is toch gigantisch, hè, die paddock zo. Ja, lekker toch. Echt fantastisch. Hele dag buiten, echt zo fijn. Ja, ga je mee? Oh. Hey El. Lekker, daar gaan we. Hey vriend. Hi vriend. Hallo eten. Hallo. Wat was? Kom, ik moet nog wel een beetje poetsen, want hij heeft nog wintervacht op zijn hals. Die streep is wel bijna weg. Ik ben heel gelukkig mee, ja. Dat is dan toch, dat de windturbine is dan toch eindelijk klaar. Over. Ik moet even kijken of ik nog een foto kan vinden daarvan. Oh, we gaan even dit paard. Oh, stop. Stop. Oh ja, die gaat alleen heel hard teruggaan naar de rest. Die denkt echt, nee. Kut, mijn vriend. Ah, oh, zielig. Oké, ik ga proberen al deze stroomlijntjes vast te doen zonder geëlectrocuteerd te worden. En ik zie jullie zo. Toch wel. Willen we er ook een? Elvis die staat meteen ook niet meer stil. Nee, Elvis. Ja, er wordt heel hard gereden, ja. Maar, waar is het stappen? Hier rechts is het bos. Wow. Nou, dan gaan we het zo doen. We zijn rechts gelopen. Hallo. Daar gaan ze. Daar gaan we. Hé, dat gaat het lekker, hè, zo. Ja, het gaat super. We mogen echt niet klagen. Helemaal braaf. Oh, ik wil hierin. Stop. Oh, ho.
Rechtsaf. En het stuur die van mij nog niet. Dit wordt echt helemaal roze. Ja, dat is fantastisch. Daar moeten we echt aan heen volgende keer. Ik vind dit heel leuk. Ik vind dit een leuk rondje. Alleen de weg ernaartoe is dus ook een beetje kut. Ja, maar op zich. Ik vond eerlijk gezegd die andere weg irritanter. Dat we zo lang moesten stappen daarnaast. En met die gaten in. Dat, zeg het dan, ja. Het is gewoon bijna alsof het niet echt is. Zo groen is het allemaal. Ja, dat is echt gewoon lente. Super fris. Het is alleen maar die kleur in de lente. Ja, hè? Ja, het is echt prachtig. Het lijkt net alsof we die video's bewerkt hebben, maar het is helemaal niet. Ga ik hem laten vallen. Oh, je hebt hier een knoopje in je teugels. Ik heb een knoopje in mijn teugels gelegd. Oké, daar gaan we. Ik zie daar links een boom. Dat gaat hij sowieso eng vinden. Ik ga even hard raken. Ik heb echt veel te lang in teugels. Zo voorspelbaar. Nog een boom. Oh, het is zo raar. Zijn we weer terug op stal. Elf is even opgedroogd. Die mag nu weer in de paddock. Dan gaan we Romy op de trailer zetten. Ik doe ze nu even aan de onderkant vast. Misschien scheelt dat iets. Goed zo, meisje. Tot zo. Tot zo, schatje. Heb je nog een wortel? Allemaal onnodig wortels. Onnodige omkoperij. Met moeite gaat ze naar binnen. Lekker hè, baby Flo? Goedemorgen. Het is vandaag de tweede dag op Kootwijk. Gisteren zijn we aangekomen. Daar hebben we een stukje van gefilmd. Flo heeft lekker buiten gestaan in het weidje. En daarvoor heb ik met Flo en Saar samen buiten gereden met Elvis. Dat ging ook heel erg goed. Ze waren zo lief samen. En nou ja, we slapen hier. Maar kijk hoe leuk. Je kijkt dus buiten naar de paarden. Vlootjesstraat, daarachter, kan je er zien? Ja, hier ergens. Ze heeft de nacht heel goed gedaan, ze was braaf. Dus die staat nu lekker samen met een ander paardje op de wei. We gaan zo meteen eerst lekker eten, uit eten, gaan we lunchen met z'n allen. Dan komt Katinka met een jong trainingspaard, daar ga ik mee naar buiten samen met Katinka. En daarna ga ik in mijn eentje naar buiten met Flo. En ik ga iets doen wat ik al heel erg lang wil. Ik wil echt even gas geven met Flo en gewoon op een hele brede baan en dan gewoon heel hard galopperen. Dus dat gaan we zo meteen doen. Daar heb ik heel veel zin in. Katinka heeft een 4-jarig trainingspaardje mee. Dus daar rijd ik op en zij gaat dan op vet. Dus ja, drukke dag. Veel zin in. We hebben net de stal al schoongemaakt. Ik zal zo meteen even vanuit zien hoe dat er allemaal uitziet. Volgens mij heb ik gisteren ook een stukje van gefilmd. En dan
ga lekker eten. Goed zo, je doet het super goed. Gaat goed? Hartstikke goed. Ah, hier ook hoor, gaat super. Juist, dat had je stoer gedaan. Oh, heuveltje af. Ja, is goed. Ja, goed gedaan. Mooie galop. Goed zo. We gaan. We gaan, jongens. Wat goed van jullie. Woe. Goed gedaan. Oh, ja, goed gedaan. Juist. Goed gedaan. Super! Hey Flootje! Hey baby Flo! Hey baby Flo! Lekkere meisje! Wat sta je lekker buiten? Je ziet er goed uit! Je ziet er goed uit! Links. Hallo, Flo staat daar en ze is nu net klaar met rijden, of we zijn net klaar met rijden, ze weet het super goed. We zijn ook met Katinka weg geweest, dat was ook heel erg leuk. Daar heb ik ook wat beelden van, dat is een 4-jarige ruin die bij hun in training staat. Dus die hebben we net lekker buiten gereden en met Flo zou ik eigenlijk een rondje in mijn eentje doen. Maar het was zo gezellig dat ik met iemand anders mee ben gegaan. Dus daar heb ik ook wat beelden van die we net gezien. Morgen is de laatste dag voor ons, overmorgen blijven er nog mensen, maar wij gaan morgen naar huis. Het is wel goed voor Flo.
Ze kan nu nog heel eventjes op het landje. Ze heeft er straks eventjes binnen gestaan, zodat ze niet te lang op de wei staat. En dan gaan we morgen in ons eentje en dan gaan we echt eventjes hard. Daar heb ik wel zin in. En zij kan nu nog eventjes lekker in het zonnetje opdrogen. Hebben we er even afgespoeld. Ze heeft zo goed gedaan, we zijn zo trots op haar. Echt geweldig. Het is de laatste dag van Kootwijk. En Flo en ik hebben net een ritje in ons eentje gemaakt. We zijn nog bezig. We hebben net op het allerhardst gegalopeerd. En het was echt fantastisch. Het was zo gaaf. Ik ben zo dankbaar voor dit paard. Ik ben zo dankbaar voor dit paard. Ik ben dankbaar voor vandaag. Het is zo mooi. En Flo doet het zo goed. Ze geeft me echt alles wat ik wil. Dat is echt heel bijzonder. Ja, het is echt super awkward. Ik ben echt heel emotioneel ervan. Maar ik vind het zo mooi. Het paard is zo bijzonder. Het is zo, zo bijzonder. Ik zal nog even een klein stukje voor jullie filmen. En dan gaan we het heel van weg. En dan ga ik echt heel erg hard genieten van de laatste dag. Ja, lach eens. Is het gewoon keihard uit hier. Ik vind het zo bijzonder. Ik wil nog één keer zeggen, het is zo mooi. En het is zo bijzonder hoe fantastisch Flo het doet. En hoe mooi ze is en hoe lief ze is. Hoe hard ze de best doet voor me. Het is echt zo bijzonder hoeveel vertrouwen in elkaar hebben. Het is echt, echt heel bijzonder gewoon. Ik kan dat niet omschrijven voor een ander. Oeh. Ik hoop ooit dat, ik hoop dat iedereen ooit zo'n band heeft met zijn paard. Het is echt zo'n verrijking van je leven dit. Echt zo, zo mooi. Zo, alles is klaar. Ik heb mijn eigen spullen ingepakt. Flo de stal helemaal leeg gehaald. Nieuw hooi in het hooi net gedaan voor onderweg. Alle spulletjes ingepakt. En Flo staat nog lekker daar. Met een vriendinnetje Espoir lekker te eten. Ik ga eventjes hier even chillen. Even zitten. Ik ga nog even genieten van hoe mooi alles is hier. En hoe rustgevend. En het is echt zo lekker. Ze hebben wel een beetje last van de vliegen. Ik heb geen vliegnetje voor hem mee, dus blijf een paar uurtjes. Dan ze nog eventjes lekker op het gras staan. Kijk hoe ze glimt. Ze ziet er goed uit. Ik ben heel blij. Ik ben echt. Het had niet beter kunnen gaan dan dit. Hey, echt. Het had niet, echt niet beter kunnen gaan. Dus ik ga nog even genieten van de vogeltjes. Van de paardjes hier. Ik ga naar mijn knappe paardje kijken.
En dan zit de avontuur weer op. En dan ga ik zo meteen naar huis rijden. Het is voor het eerst dat ik echt helemaal alleen rijd. Dus dat is wel spannend. Maar ik vertrouw erop dat Flo heel braaf is. En dan gaan we weer, zijn we weer thuis. Nog een paar weekjes en dan kunnen ze bij ons ook op het land. Dus dat zou echt heel fijn zijn. Maar nu kan ze hier nog eventjes genieten. En dan zijn we weer thuis. Ik denk dat Flo eventjes een aantal dagen vrijgeeft weer. Dit is best wel intensief geweest. Morgen werk ik even aan de hand zodat ze niet enorm veel spierpijn heeft. En dan kan ze daarna eventjes lekker een paar dagen vrij zijn. Voor haar lekker, voor mij lekker. En dan gaan we weer naar het volgende avontuur, Flo. Ja, goed, naar het volgende avontuur. Hey, Liefie. Nou, we zijn weer thuis, maar het was wel een heftige rit. Er was flink file onderweg. En er was ook, er waren twee ongelukken waarvan we er één echt hebben zien gebeuren, waarvoor we heel hard moesten remmen. Maar Flo heeft het echt heel super gedaan. We hebben 70 minuten file gehad op een gegeven moment voor een ander ongeluk. Het duurde allemaal heel erg lang. Flo heeft zich keurig gedragen. Ze heeft niet gestampt, niet raar gedaan. Gewoon netjes gewacht. Ja, niet heel veel gegeten. Het zat ook een beetje warm in de wagen. Maar ze is echt super gedaan. Ik ben heel trots op haar. Dus ik doe nog eventjes. We hebben er net even. Of ik heb er net eventjes eten gegeven, gevoerd. Ze staat weer lekker op haar eigen stalletje. Dus dat is fijn. Kom aan. Ik doe nog eventjes een stukje wandelen. Ze heeft eerst eventjes een plasje kunnen doen. Even wat kunnen eten. Ik wandelde nu nog eventjes zodat ze even. Na 2,5 uur bijna op de trailer te hebben gestaan. Nog eventjes van een ritje wat maar 50 minuten had moeten duren. Besef. Kunnen we dus nu nog eventjes lekker wandelen. Dus even de benen strekken. En hopelijk heeft ze morgen nog niet te veel spierpijn. Dus ja, dat was ons weekend, Flo. Hoe vond je het? Vond je het leuk? Dat ging heel goed. Okay. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.